Flevoland bij Peter Verhagen. Ik laat even de tijd om mensen binnen te laten lopen en dat ze de melding krijgen dat dit gaat beginnen. Ben je er al bij? Laat even weten, is het geluid goed of niet goed? Laat het even weten, tik het even in. En of het beeld oké is. En ook leuk om te horen vanuit welke provincie je dan komt kijken. Ik zie hier inderdaad even een vraag voorbij komen al eerder. Kijk even dat de mensen ook al binnenkomen. Als je dit ziet, deel het ook met anderen. Deze video blijft hier op de pagina staan. Eerder kreeg ik de vraag van Terry, kan ik mijn vriendin ook een link sturen, zodat zij zonder Facebook ook mee kan kijken? Nou, daar heb ik op geantwoord. Het is een openbaar bericht. Dus volgens mij hoef je niet eens in te loggen op Facebook om het te kunnen zien. En laat anders even weten en dan geef ik een melding, zodra het ook op YouTube te vinden is. En even kijken. Dan zal ik mijzelf ook even kort voorstellen. Mijn naam is Jacqueline Peek met het bedrijf Farming Biz. Waarbij ik heel veel Nederlanders wil laten beleven hoe het er op een boerderij aan toe gaat. Nou, je mag nu geen boerderij bezoeken op dit moment. Behalve bij de boerderijwinkels, maar niet met groepen. Maar op deze manier kun je toch meekijken op een bedrijf wat zich helemaal ingesteld heeft op deze coronaproof periode. Ik ga bij deze ook in beeld brengen en dan kan Peter zich voorstellen aan jou in de groep. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Ik heb al heel kort aangekondigd. Jullie hebben een boerderijwinkel en je staat nu voor aan de weg volgens mij. Ja, klopt. Ik sta nu aan de weg bij boerderijautomaat. Daar sta ik bij. Misschien ook wel leuk om zo even te kijken. Ja, inderdaad. Wat voor bedrijf hebben jullie? We hebben een fruitbedrijf, 24 hectare appels, peren, kersen. Naast het fruitbedrijf hebben we een grote boerderijwinkel. Een destilleerderij van eigen fruit. Oké. Okay. En daarnaast sorteren we en koelen we ons fruit ook op locatie. Dus jullie hebben ook een grote opslag waarin jullie genoeg voorraad hebben wat niet opraakt dit seizoen, zeg maar. Voorlopig is het nog niet op, maar komt dit seizoen wel op. Ja, kijk aan. Als je meekijkt, laat even weten of het geluid oké is. Ik zal even door de opmerkingen heen lopen. Luid en duidelijk, zegt Peter. Nou, top dat je even in de gaten hield. Dan weet ik dat goed werkt. Want soms kan er even een dikker in zitten. Je staat nu vooraan de weg. Jullie hadden al een soort winkelautomaat, zeg maar, voor vers fruit. Hè? Misschien kun je dat gelijk even laten zien voordat we naar de winkel lopen. Dit is de boerderijautomaat. Die is eigenlijk 24 uur per dag open. Het is een mooie aanvulling voor ons voorbij de winkel. Ik heb liever dat de mensen bij ons in de winkel komen natuurlijk. Maar dit is een stukje service voor in het weekend en 's avonds laat. Ja. Dus, en hoe kunnen ze afrekenen in dit geval? Dit is contant. Nee, het is eigenlijk alleen contant. Wel briefgeld en muntgeld. Alleen dit is alleen contant. Oh, oké. Okay. Maar dat geeft ook wisselgeld en dergelijke. Ja hoor, ja. Zeker. Dat had ik bij mijn eigen eierautomaat in de buurt. Ik dacht van ik moet altijd contant gepast geld bij me hebben. Maar dat hoeft dus helemaal niet, want hij wisselt ook gewoon. Dus dat is ideaal. Ja, klopt. Nou, we hebben een klein assortiment van onze winkel. Fruit, sap, wat eieren, wat citrusfruit. Oké. En dat kunnen ze dus gewoon vanaf de weg, zonder dat ze het erg op hoeven te komen, al zelf bedienen eigenlijk. Ja, klopt. Kijk aan. En hier zijn, ik zie een vlag van de landwinkel. Jullie zijn daar bij betrokken. Lid van de coöperatie, Landelijke organisatie. Die ondersteunt boerderijwinkels met een stukje promotie, maar ook met assortiment. Je kan heel divers assortiment bestellen en daar maken wij ook gebruik van. Ja.
En ja, dat is ook omdat je meelift op hun naam. En jullie hebben natuurlijk in die eigen regio in Flevoland ook al een hele bekende naast. Dat jullie ook een hele grote winkel al hebben, zeg maar. Ja. Als mensen in de buurt van hun eigen huis een boerderijwinkel willen zoeken. Even de supermarkt willen ontwijken voor verse producten. Kijk op www.findfarm.nl. De link staat hier ook al bij vermeld. Daar staan jullie ook op te vinden, hè, met jullie openingstijden. Ja. Dus dat is ideaal om eens de boerderij op te zoeken. Dat je weet waar je voedsel vandaan komt. Ja, helemaal nu. Inderdaad. Ja. 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 En je steunt ook gelijk de boeren natuurlijk. Want soms is de distributie nu ook niet meer optimaal om het in de winkel te krijgen. Of de export. Nee, klopt. Even kijken. Dus laat even weten als je dit nu kijkt of later terugkijkt. Uit welke provincie kom jij? En geef je de naam van de provincie in. Jullie hebben een winkel. Welke oogst komt van jullie eigen land vandaan, zeg maar? Appels, peren, kersen en aardappels. We hebben ook nog aardappels. Oké, dat is, want het is een bedrijf dat je samen hebt met je neef Bert. Bert, ja. 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 Dus daarin de taken verdeeld. Ja, en onze beide vaders zitten ook nog in het bedrijf. Oké, kijk aan. Dat is mooi dat het echt een familiebedrijf, iedereen erbij betrokken is. Ja, klopt. Heel goed. Maar in de winkel verkopen jullie niet alleen je eigen producten, ook streekproducten. Wat zoal? Ja, eigenlijk heel divers. Alle producten die van een boerderij komen, die verkopen wij. Dus alle soorten groenten, diverse soorten aardappels, kaas, brood. Producten van de landwinkels, veel potjes en jam en ook wel jam uit de buurt. Vlees, wijn. En, ineens valt Peter weg. Dan komt hij zo meteen wel weer terug, dat is geen probleem. Dan weet je hoe hij weer binnen kan komen. Dus mooi, een familiebedrijf in de provincie Flevoland. Die naast hun eigen producten ook streekproducten verkopen. Ze hebben bijvoorbeeld maken gebruik van een slager in de regio. Dus ze weten ook waar het vlees vandaan komt. Ook de brood komt uit de regio. En zo ook de kaasproducten. Ik zal intussen dat Peter weer probeert binnen te komen. In ieder geval even een indruk geven van het bedrijf waar hij net ook op liep. Laat ik even. Ja, hij komt. Hij komt alweer, is alweer in verbinding. Kijk aan. Je bent weer in beeld live. Ja, nou en daarnaast verkopen wij in de winkel ook onze eigen destillaten. Van onze eigen geproduceerde alcohol. Dat is appelsieder dan? Of wat moet ik daar aan denken? Nee, wat sterker. We hebben een destilleerderij. Dus dat is zeg maar vergelijkbaar met een Calvados. Wat sterker. 42%. 42%. Oké. Dat is ook coronaproof, zeg maar. Dat in te halen. Op het moment verkopen we dus ook veel alcohol van 70%. En dat gebruik ze om te desinfecteren. Oké, ja, inderdaad. Ja. Ik zal even een foto laten zien van met een overzicht van jullie bedrijf. Leuk. Ik haal mijzelf even buiten beeld, zodat de foto wat groter kan worden. En dan kan je misschien al aangeven wat. Dit is de voorkant van ons bedrijf. Bij de blauwe pijltjes kun je of naar de destilleerderij of naar de winkel. Goed. Je ziet, ze is een groot erf recht voor, zeg maar. Dat is de winkel, hè? De landwinkel. Is aan de rechterkant? Ja. En daaromheen naar links de destilleerderij. En dat pijltje achterin, boomgaard kijken. Oké.
kijk aan. Yes. Dus even kijken wat de volgende. Nou, er is natuurlijk de algehele regel van RIVM. Houd afstand, 1,5 meter. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat. Ik hoor je niet nu. Maar... Oh, hoor je me nu wel weer beter? Even kijken. Misschien even kijkers even laten weten. Zijn wij allebei te verstaan? Zie je bijvoorbeeld Marianne van den Wijngaard uit Flevoland. En Annemiek Nas vraagt, kunnen we ook de winkel zien? Dat gaan we zeker doen. Okay, ben ik weer goed te verstaan? Of dat het buiten loopt? Ferry zegt, luid en duidelijk. Oké, dat is fijn om te horen. Dat is ook fijn als Peter... Ik hoor je nog niet. Ik ook weer opnieuw doen. Hoort. Ja, hij komt gewoon weer even opnieuw binnen. En ik zal even een recente foto laten zien die ze van de week 's ochtends gemaakt hebben met het fruit in een rij. Dus dat er vocht op zit en dat het dan aanvriest. En dan hebben wij ook weer Peter in beeld. Kon je mij nu weer horen? Ja. Oké, okay. Ik liet even de foto zien. Dit is zien tijdens uit het beregenen, een paar dagen terug. Ja. Oh, nou is die weer weg, het geluid. Ja, oké, perfect. Hier hebben we fruitbomen. Deels overdekt. En als de appels geplukt zijn, dan sorteren ze die in hun eigen ruimte en slaan die ook zelf weer op. Voordat ze netjes in de winkel kunnen met al het andere fruit en wat er dus net ook aangaf, brood, kaas en vlees. Daar is... van alles in het assortiment. En we gaan denk ik zometeen ook even naar de winkel toelopen. Ik heb alvast de foto laten zien van de winkel. En het appels sorteren. Ik wil even een rondje lopen in de winkel. Ja, dat is goed. Dan haal ik die even uit beeld. Kunnen we even meekijken? Nou, dit is onze winkel. Groot zeg. Via de andere kant erin. Vlees. In de diepvries? Ja. Noten. Sappen. Ja. Onze eigen appels en peren natuurlijk. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk het hele assortiment. Ook nog eieren, zeg maar. Boterham en eieren. Ja hoor, ja. Ja, alles. Alles te zien. Het is echt een superruim assortiment. Het ziet er echt heel mooi uit. Brood, eieren. En jullie hebben ook speciale maatregelen in de winkel genomen, hè, voor coronaproof. Ja, zeker. Mensen moeten ontsmetten bij ingang. Plastic handschoentjes hebben we liggen. Ik kan wel even naartoe lopen. Zodat ze wat van fruit pakken ook... niet door hun eigen hand is aangeraakt, maar met de handschoenen. Ja, klopt. Handschoentjes, ontsmetten. Ja. We hebben regels op de deur hangen. Afstand bewaren. Okay. Ja, maximaal 10 mensen. Contactloos betalen bij voorkeur. Nou ja, verplicht een winkelwagentje. Ja. Geen extra bezoekers. 1,5 meter afstand. Ja, eigenlijk de meeste standaard dingen wat de meeste winkels op dit moment hebben. Ja. Wij gebruiken bij de wattenstaafjes, die gebruiken we dus voor de pin in te toetsen. Kan ik even bij de kassa laten zien. Inderdaad, wat een goed idee is dat. Ik merk zelf ook bij boodschappen doen, denk ik, eerst al tot €25 contactloos betalen. Dat is overigens verhoogd, hè, tot €50, dus dat scheelt ook weer. En dan de pincode moet geven. Gewoon de pin, ja, even een wattenstaafje gebruiken en dan de pincode invoeren. Dan krijg je geen contact met de pinautomaat. Daarna gooien we de wattenstaafjes weg. Ja, het bakje staat er al naast, zie ik, voor de gebruikersversie. Ja. Ja. Nou, we hebben twee plexiglazen platen voor de kassa. Ja, ik weet niet of je ze ziet. Ja, dat is te zien. Ja, ook voor de bescherming... van het personeel natuurlijk. Van de medewerkers, ja. Ja. Laat ik even een vraag zien.
Je hebt dan de coöperatie, de landwinkel. En Terry vraagt, levert hun coöperatie ook aan burgerinitiatieven? Nee, niet direct. Dat is eigenlijk indirect via de landwinkels. Ja. In principe, er zitten er meer dan 100 landwinkels door heel Nederland. Mm-hmm. En ja, dat geeft wel zo'n spreiding aan dat er genoeg assortiment in de buurt is. Ja, en naast die landwinkels zijn natuurlijk ook andere winkels die je ook op Find Farm kunt vinden. Dus je moet dan wel even zelf naar de winkel toe. Maar zijn volgende vraag zag ik net ook. Even in beeld brengen. Van Terry. Goed dat je vragen stelt trouwens. Ook anderen, als je vragen wilt stellen, stel ze nu, want dan kunnen we ze ook gelijk voorleggen aan Peter. Hebben jullie ook een bezorgdienst? En zo ja, wat is jullie transportmiddel naar de klanten toe? Ja, wij hebben zeker een bezorgdienst. De laatste week merk je dat er heel veel vraag is. In een straal van 25 kilometer, zeg maar, bezorgen wij gewoon aan huis. En dat is eigenlijk gewoon met een bestelde autootje. Ja, dat is, en jullie zitten in Luttelgeest, dat had ik nog niet genoemd, in Flevoland. Ja. Dus als je daar in de regio zit, maar ik weet dat Terry uit de buurt rondom Eindhoven komt. Dus daar zit vast ook een landwinkel. Volgens mij bij de... Nou ja, en je merkt gewoon dat de mensen... Het is toch wel een beetje zenuwachtiger in de winkel om afstand te houden. Ja. En daarvoor hebben wij dus nu al die drive-in. En ik moet zeggen, dat loopt steeds... steeds beter. Mensen willen gewoon zo min mogelijk contact hebben. En dat voldoet heel goed, zo'n drive-in. Ja, ja, ja. Eens even kijken. Nog een vraag van Terry. Dan kun je misschien inderdaad even naar de drive-in van het buiten lopen, hoe dat eruit ziet. Die accepteren jullie ook circulair geld, regio geld? Hoe bedoel je dat, regio geld? Zeg maar even niks. Kan je dat... Het antwoord is nee, maar... Het duurt altijd even vertraging voordat het live op Facebook is en wat wij zeggen, zeg maar. Dan ken ik Terry goed uit het Eindhovense. En in die regio hebben zij een soort muntensysteem. Waarbij mensen hun diensten kunnen aanbieden in ruil van een aantal munten. En dan kunnen ze dan weer andere winkeliers gebruiken. Oké, nee, dat is hier niet bekend. Later hoort of typ even erbij hoe dat bij jullie heet. En waar mensen dat op kunnen terugvinden als ze daar bij aan willen zou willen aansluiten. Of waar dat mogelijk is. Even kijken, wat doen jullie met eventuele overcapaciteit? Dat kunnen wij goed gebruiken in de destillerij. Zeg maar een jaar, twee jaar terug, toen de prijzen heel slecht waren. Qua fabrieksfruit, zeg maar, hebben wij bijna alles in de destillerij gebruikt. Als je het dan in het vat doet, dan verzuurt het niet. Ja, dat is een beetje oudbollig begrip, maar... Inderdaad, dus niet alleen in een koelruimte opslag, maar daarnaast kan je het ook gelijk op die manier verwerken. Ja, heel slim. Ik zal nog even de drive-in laten zien. Ja. Even kijken, zo ziet het er van boven uit. Dus binnenkomst en dan wordt er een draairoute gemaakt naar het loket toe. Ja, dit is het loket aan de binnenkant, zeg maar. Oh ja. Kijk aan. Ja, dan haal ik hem hier in het beeld. Dan kunnen we bij jou beter zien. Dus we kunnen daar de bestelling doorgeven. Of moeten ze die al van tevoren doorgeven? Beide. Je mag het bellen. En je mag het doorgeven aan het raam. Ah, oké. Nou, helemaal super daarop ingericht. En die drive-in, die hadden jullie al gemaakt voordat de extra regels dit weekend kwamen, hè? Die hebben we meteen vorige week zondag hebben we die gedaan. Ja, gelijk al ingevoerd wat dat betreft. Ja, ja. Helemaal goed. Ik kan nog even het filmpje laten zien. Dan ga ik even uit beeld zodat het filmpje beter te zien is. Ja.
En dan horen we vanzelf ook de toelichting die daarbij gegeven wordt door jouw neef Bert in dit geval. Ja. Bij de boerderijwinkel van Verhagen Fruit in Luttelgeest hebben ze in de strijd tegen corona een drive-in gemaakt. Om klanten zonder veel contact toch te voorzien van producten. Ja, ja, we krijgen toch een telefoontje van mensen van, joh, is jullie winkel wel open of is het wel veilig? Nou, daarom kwamen we op het idee, was ook eerst uit een grappig idee ontstaan. En uiteindelijk wordt er toch ook wel gebruik van gemaakt. Mensen die gewoon echt het risico niet willen nemen om uit de auto te komen. En dan helpen wij ze aan het loket. De winkel zelf is nog wel open. Er wordt volgens Bert Verhagen ook hier flink ingeslagen, vooral aardappelen en fruit. De meeste mensen komen de winkel nog gewoon binnen. Wie weet worden de maatregelen nog aangescherpt. Weet jij veel wat er gebeurt? Dus dan hebben wij het maar vast. Hè? En zo denken de klanten er ook over. Als het zeg maar nog verder gaat escaleren, dan zal ik daar zeker gebruik van maken. Ja, dus een goed initiatief wat u betreft? Ja, uitstekend. In de winkel zijn ook extra maatregelen genomen. Zo wordt alle klanten gevraagd om plastic handschoentjes aan te doen. Dat vinden ze geen probleem. Nou, het is noodzakelijk. Het is gewoon om grote problemen te voorkomen, zul je zo moeten handelen. En dat zou iedereen moeten doen. Nou, ze hebben het even duidelijk in beeld gekregen hoe het live in zijn werk gaat met de drive-in. Ook dank namens Omroep Flevoland die dat filmpje heeft gemaakt en toestemming heeft gegeven om dat hier ook te laten zien. En natuurlijk heel belangrijk hoe jullie ook met die maatregelen serieus zijn omgegaan voor de veiligheid en de gezondheid. Ja. Misschien kun je straks nog een foto van je flyer, die aankondiging die je op de deur hebt geplaatst, nog even onder dit bericht posten. Dan hebben andere boerderijwinkels het misschien ook nog handig als voorbeeld. Ja, en, zeker. Die van de wattenstaafjes heb ik in de supermarkt zeker ook nog niet gezien. Dus ook voor andere verkooppunten een goede tip. Ja. Eens even kijken of er nog verder vragen zijn binnengekomen. Als je dit niet live kijkt, deze video blijft trouwens hier staan. Dus je kunt hem alsnog delen, andere mensen uitnodigen en op een later moment terugkijken. Even kijken, een hele lange vraag. Ik heb hem nog niet gelezen, maar ik denk dat hij wel compleet in beeld is. Twee landelijke netwerken met hun eigen betaalmiddel zijn STRO, Social Trade Organization, met Circuit Nederland en de Florijn. Deze betaalmiddelen blijven in de maatschappij circuleren uit handen van speculanten en financiële markten. Nou, als je nog een website erbij plaatst, Terry, dan is dat wellicht ook iets om op te zetten met streekproducenten in de regio bijvoorbeeld, zodat ze bij meerdere kunnen inzetten. Dus graag. Nou, gaan we zeker even naar kijken. Graag een linkje erbij, Terry. Even kijken. Een vraag van Annemiek Nas. We hebben hier in de buurt aardbeiendrive. Deze is super druk. Verse aardbeien, maar ook ijs. Kijk maar eens bij de aardbeien van Jan en Brigitte. Nou, wat mij betreft, Annemiek, zet er gelijk een linkje onder. Daar weten we hem te vinden. En kunnen we makkelijk zoeken. Dat is ook een drive-in voor de aardbeien dan, inderdaad. Ja, dus, je ziet het ook veel bij aardbeientelers, ja. Dus, je kan bij een drive-in niet alleen ongezonde dingen kopen, maar zeker ook gezonde dingen, in dit geval. Ja, zeker. Oké. Even kijken, heb jij nog dingen dat je zegt, Peter, van nou, dat wil ik zeker nog even melden? Misschien is het leuk om eventjes bij de destilleerderij te kijken. Ja, dat is goed. Ja, loop ik daar even naartoe. Ja. Ik hoop dat de verbinding een beetje goed blijft. En anders weten we waar het dan ligt en kan je weer opnieuw inbellen, dat hebben we gezien. Hoe dat werkt. Dus zoek je ook een lokale boerderij, elk boer mee, koop je voetbal bij, dan weet je waar het vandaan komt. Kijk op www.landwinkel.nl of www.findfarm.nl om bij jou in de buurt een lokale boer te steunen.
Waar zijn we hier? Kijk, daar staat de ketel. Of ja, hoe noem je het? Ik hoor nu even niks, maar dit is de destilleerderij. Ja. Hierin verwerken we onze eigen fruit tot een eau de vie. Ik loop even snel langs. Hier zijn de vaten met de alcohol. Mm-hmm. Wat voor hout zijn die? De oudste is 9 jaar oud en wordt eigenlijk alleen maar beter. Het is een beetje een soort hobby. Maar een uit de hand gelopen hobby, zeg maar. Een lokaal product. Ik loop er even terug naar de winkel. Ja, nou, de mensen kunnen geen feestjes buiten meer organiseren. Dus we houden het gezellig thuis met maximaal 3 andere bezoekers. En haal je eigen drankje thuis. Zonder appelsnoten en kaas en alles wat er in de winkel gekomen is. Ik zie hier een aardige ruimte. Dat is normaal ook een vergaderlocatie of eetgelegenheid? Oh. Dat blijft even een verrassing hoe dat eruit zag. En dan komt hij zo meteen weer terug. Dus een mooi initiatief om inderdaad weer. mooi initiatief om hiervan gebruik te maken. Wat zien we hier? Lege kisten op de achtergrond? Oh ja, nee, ik zit eventjes. Normaal hebben we dit als ruimte waar mensen koffie kunnen drinken. Maar gebeurt nu even niks natuurlijk. Nee, ik vroeg me al af. Is dat als vergaderlocatie te huur bijvoorbeeld? Of meer om even met fiets langs te komen en wat te nemen? Dat is voor gasten in de winkel die even kunnen zitten? Ja, normaal verzorgen we ook groepen. Rondleidingen, vergaderingen. Van scholen, klassen. Iedereen kan hier komen. Is het bij boerderij-educatie aangesloten? Nee, nog niet. Maar dat zat ik wel aan te denken, ja. Oké. Daar zijn ook in jouw regio, zoek even boerderijeducatienederland.nl en dan vind je ook een boerderij bij jou in de buurt waar je met een klas kan kijken of met een groep of vrienden, wat je wil. Nu kan je dat uiteraard daar geen gebruik van maken, maar ik zou zeggen steun ook hen en reserveer alvast voor het najaar bij wijze van spreken, zodat ze alvast dat hebben staan voor een agenda later. Oké. Okay. Ik ga nog even kijken of dat er nog meer vragen zijn. Oh, Terry heeft inmiddels de link erbij gezet. Circuit Nederland. Met kredietmogelijkheden tegen kostprijs. En betalen met Florijn.nl. Nou, gaan we daar zeker even naar kijken. Mochten er nog vragen later komen, stel ze gerust. En dan geef ik ze door aan Peter om alsnog te beantwoorden als hij het zelf al niet zit. Tag ons anders sowieso even bij een vraag erin met Peter Verhagen en Jacqueline Page. Want deze video kan ook in andere groepen en dergelijke gedeeld zijn, dat we dat misschien niet overal zien anders. Oké, dus volgens mij heb ik nu alle vragen daar beantwoord. Terry komt uit Gemert, Bakel, Noordoost-Brabant. Vanuit de vraag, uit welke provincie kom je? Ook als je het later terugkijkt, even goed om dat te zien. Nou, iedereen bedankt. Peter sowieso voor jouw gastvrijheid. Dat we deze manier toch ook bij jou konden binnenkijken voor je goede initiatief. Ja, ik zal nog wat foto's appen over de maatregelen. En dat is misschien leuk. Heel goed. En dan kunnen anderen er ook weer gebruik van maken. En zo helpen we elkaar weer. Ja. Oké. Bedankt. Jullie ook kijkers dat jullie erbij zijn, nu of later. En de volgende Boer of Boerin Verteld is in april, op 24 april. Tot ziens. Doei. Hoi.